Het zal u niet zijn ontgaan dat PSV begonnen is aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Naast veel trainen en het spelen van de nodige oefenpotjes is deze periode ook het moment om de selectiespelers medisch te testen. Medisch manager Ward van Soest legt uit. Het is tweeledig. Enerzijds gaat het in eerste instantie om gezondheid. Dat is voor ons het allerbelangrijkste. Maar in tweede instantie gaat het ook om prestatie. Dus we proberen eigenlijk zoveel mogelijk aspecten te testen om de jongens zo goed mogelijk aan het seizoen te laten beginnen. Ja, wat kun je zeggen over die aspecten? Wat wordt er vandaag getest? Nou, het begint inderdaad bij gezondheid. Dus dat wil zeggen bloedcontrole, een longfunctie, lichamelijk onderzoek. Gewoon hoe bewegen de spieren, hoe komen ze terug, vetpercentage. Er wordt nagekeken naar het hart, heel belangrijk. Een hartfilmpje en een echo van het hart wordt bij iedereen gemaakt. Vervolgens wordt er een neuropsychologische test gedaan. Dus het gaat met name over hoe kunnen ze qua training van het hersen nog beter worden. Daarnaast ook een test om hoofdletsels te diagnosticeren. Althans een baseline test om mochten ze een hoofdletsel oplopen. Waar je nu wel wat discussie over ziet op het WK. Dat we dat kunnen vergelijken, mocht dat gebeuren. Een belangrijk nieuw dingetje was geloof ik, of iets innovatiefs, of anders dan andere jaren, is met de ogen. Wat kun je daarover vertellen? Nou kijk, oogtesten deden we altijd al en met name na het seizoen, nu hebben we het ingebouwd, of na het seizoen, tijdens het seizoen, nu hebben we het ingebouwd in de medische keuring. Dus dat zit er ook bij. En daarnaast ook, nog niet onbelangrijk, een bezoek aan de tandarts. Want ook tandproblemen kunnen heel vervelend zijn en kunnen ook de prestatie negatief beïnvloeden. Ja, hoe belangrijk zijn dit soort testen? Waarom hoort het erbij tegenwoordig? Want ik kan me zo voorstellen dat het vroeger misschien wat minder gebeurde. Nou, het gebeurde wel, maar het wordt steeds uitgebreider. Kijk, we willen steeds meer weten en we kijken toch steeds van waar is wat te winnen. En wat ik net al zei, het is enerzijds gezondheid, maar anderzijds proberen wij ook vanuit ons vakgebied, ook op prestatiegebied te kijken waar winst te halen zit. En daardoor zie je dat ook deze testen steeds uitgebreider worden. Ja, nu worden hier testen afgenomen, worden gedaan. Hoe wordt dit teruggekoppeld? Wat gaat de technische staf met deze info doen? Wat gaan jullie met deze info doen? Nou, in eerste instantie gaan wij bekijken van, is het verantwoord dat ze deze belasting kan het lichaam het aan? Dat is stap 1. En 2, vervolgens gaan we inderdaad in gesprek met de fysieke staf, met de technische staf, om resultaten te bespreken. En dat kan invloed hebben op bepaalde vormen van krachttraining, op bepaalde vormen van voeding, bepaalde vormen van van hersentraining. Ja, we kijken inderdaad hoe kunnen we de spelers beter maken. Ja, en dan alles voor een gezond en succesvol seizoen. Ja, inderdaad. Daar gaat het om uiteindelijk. En dan gaat het echt om beter maken. Dus niet alleen beter maken in de gezondheid, maar ook beter maken op het veld.